Voilà, bij het hier en het ander Stef, uh, wat is het thema dit jaar? Goedenavond Sonny, welkom uh, in onze stal. Hè. Je hebt het al gezien hey, Herman, alle jaren film ik ook graag een keer onze schaapjes. Uh, ons thema dit jaar Sonny, om terug in te pikken op uw vraag, is uh, Venetiaans en maskers. De themazin, vergeef het mij, hij is een beetje ingewikkeld en ik weet hem niet meer van buiten. Nee. Maar dus Venetië, carnaval Venetië, die sfeer. En ja, dit jaar hebben ze daar geen chance gehad door het coronavirus in Venetië met hun carnaval. Dus brengen jullie eigenlijk die carnaval naar hier? Ja, ik heb het ook gehoord inderdaad dat de Venetian, Venetiale, noem het zeker, afgelast is geweest. Dus wij brengen het carnaval van Venetië een beetje naar hier. Maar uh, iedereen gaat zeggen, Venetië, dat is, dat is wel al een keer de revue gepasseerd. Uh, iedereen heeft dat wel al een keer gezien. Daarom hebben we eigenlijk twee items gekoppeld aan elkaar. Dus we hebben... De typische Venetiaanse kenmerken ook op de char teruggebracht. Maar we hebben het gecombineerd met de Venetiaanse typische maskers. Dus een van die typische maskers is bijvoorbeeld het masker met de hele lange neus. Dus trouwens, een kleine anekdote aan dat masker: dat is dat eigenlijk die maskers in de tijd, dus ook een beetje actueel eigenlijk, in de tijd, de dokters die droegen tegen de pest. Dus om niet besmet te geraken. Snap je? De link naar de actualiteit. Dus als er ooit een probleem is met het coronavirus in de carnaval van Halle, is er toch één groep die sowieso naar buiten mag komen? Ja, dat zullen wel dan wel zijn. Dus er staan voldoende van die maskers met die typische lange spitsneuzen op. Ja, zeker. Ja, ja, ja. ja, stel je voor dat het daardoor nog uit de hand loopt. Laten we hopen van niet. Hè? En voor de rest, qua regen ook. Ja, de laatste tijd heeft toch nogal wat geregend. Hè? Ik hou mijn hart toch wel een beetje vast. dus uh, De berichten zijn uh, niet positief. Uh, de media klopt het natuurlijk allemaal lekker goed op. Uh, dus ik hoop dat de, de storm een beetje gaat luwen, letterlijk en figuurlijk, zowel voor het coronavirus als voor de temperaturen en de weersomstandigheden buiten. Want het is voor niemand leuk een, 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 een gans jaar hard gewerkt te hebben. Niet voor ons, maar voor alle andere uh, groepen. Uh, om dan in dergelijke weersomstandigheden of zelfs niet in het uh, uiterste geval te mogen buiten komen. Dat dan met dat virus. Nu, het carnavalitisch virus, daar hebben jullie sowieso last van. Uh, wat ik mij afvraag, is eigenlijk: uh, ja, heb je dat altijd gehad? Was dat van jongs af aan? Ja, bij mij toch wel ja, dus uh, ik heb altijd in het centrum van de stad gewoond, dus echt aan de Basiliekstraat, uh, aan de Basiliek, pardon, in de Brusselpoort, dus recht over het oude klooster, recht over, uh, schuin over de oude kliniek, dus ik heb eigenlijk altijd in het centrum van het carnaval gebeuren uh, geweest. Uh, mijn moeder daarentegen, dat is helemaal geen carnavaliste, verafschuwt het zelf. Mijn vader, dat was wel een carnavalist, was een hele goede vriend van Marcel de Rossi, oprichter van uh, Tastendeuvel en vele andere prinsen. En die heeft mij eigenlijk een beetje in het carnavalgebeuren van jongs af aan uh, laten uh, meegaan. Uh, in het begin tot een uur of tien, elf. En nadien wat later. Hè. En de papa uh, dronk ook graag zijn pintje vroeger, dus uh, mocht ik hem naar huis brengen. En zo ben ik daar eigenlijk ingerold. Heel veel vrienden vanuit uh, de carnavalwereld, die ik van jongs af aan ook kende. En van teen is tander gekomen. Hè? En tien en tander is daar uiteindelijk helemaal uh, tien jaar geleden uit ontsproten. Hè? Ja, ja. De lastige vrouw. Is hier een ouderwets rollenpatroon? Ik bedoel daarmee uh, de vrouwen werken aan de kostuum en uh, de mannen aan de schaar, Of loopt dat een beetje door elkaar? Well, uh, ik moet eerlijk zeggen, de vrouwen konden ons wel af en toe een keer helpen. Zoals het een lemslag is of een witslag, dan, dan uh, zijn ze hier allemaal paraat. Omgekeerd. Ik vrees... Dat lukt nog niet. Ik vrees dat we daarvoor niet direct de talenten hebben om met naald en draad aan het werk te gaan. Dus dat laten we liever aan de vrouwen over. De minuut. 3, 2, 1, start! 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9...